op mensen. Bent u wel eens geconstipeerd geweest? Heeft u wel eens niet vlot kunnen gaan? Dat is eigenlijk de vraag. Wel, dan heeft u misschien wel eens yoghurtjes gegeten met Elkazei Immunitas of met actieve bifidus om uw darmflora allemaal wat vlotter te laten gaan. Misschien heeft u zelfs al laxeermiddelen geprobeerd, het zware spul. Wel, wij vroegen ons af of al die producten of al die middeltjes wel echt helpen. We zochten 3 geconstipeerde dames en we gingen op, uiteraard stijlvol, onderzoek. Ga je minder dan 3 keer per week naar het grote toilet, dan ben je geconstipeerd. Als we verstopt of geconstipeerd zijn, gebruiken we allerlei middeltjes of trucjes om onze darmen te doen werken in de hoop het sneller te laten gaan. Maar is dat wel nodig? Kan het niet op een natuurlijke manier? Professor Danny De Loze is gastro-enteroloog of maag-darm- en leverarts van het UZ Gent. Constipatie komt heel veel voor. Ongeveer 1 op 5 mensen heeft er last van. 90% daarvan zijn vrouwen. En dat betekent dat ze 2 of minder keer per week naar het toilet gaan. Dit zijn Jolanda, Lucia en Esther. Zij behoren tot de groep vrouwen die het te weinig doet per week. Mijn record is 15 dagen. Op die 15e dag voelt u niet echt goed. Als ik 2 of 3 dagen niet geweest ben, ben ik opgeblazen. En dan moet heel mijn omgeving het ontgelden, want dan word ik tegen iedereen kort wat stof. Ik heb dan wel dat ik s'avonds al een stuk peperkoek at en dan kon ik gaan. En na verloop van tijd waren mijn darmen daar weer aan gewend en dan ging het weer niet. Vooraleer professor De Loze onze dames kan helpen, gaat hij kijken waar nu net het probleem zit. Er zijn 2 soorten constipatie. Enerzijds de trage transit, mensen die dus 1 week niet naar het toilet gaan, nooit aandrang voelen. En anderzijds verstoorde uitdrijving. Die mensen voelen regelmatig dat ze moeten gaan, maar ze kunnen het er niet uitkrijgen. Om uit te sluiten of een van de dames een uitdrijvingsstoornis heeft, onderwerpt onze professor hen aan een ballonexpulsietest om een probleem met de bekkenbodemspieren op te sporen. Bij een ballonexpulsietest wordt een ballonnetje ingebracht in de endeldarm. De patiënt wordt gevraagd om op het toilet te gaan zitten en dan moet hij binnen de 60 seconden dat ballonnetje hebben uitgedreven. Start. Als het meer is dan 60 seconden, noemen we dat een verstoorde uitdrijving. Oké. Het uitdrijvingsprobleem komt minder vaak voor. Ook Jolanda, Lucia en Esther hebben hier geen last van. Ligt het probleem dan bij de spijsvertering? Ons lichaam maakt sappen aan die helpen het voedsel te verteren. Dat wat niet verteert, komt als een waterdunne brei in de dikke darm terecht. Hier worden zouten en vocht onttrokken. Het duurt gemiddeld 30 uur voor de ontlasting de hele dikke darm is gepasseerd. Dit noemen we de transittijd. Gaat dit sneller, dan wordt er te weinig vocht onttrokken en heb je diarree. Gaat dit trager, dan kan er een verstopping ontstaan. Om te weten of onze dames een trage transittijd hebben, doen we een tweede onderzoek. Ze moeten 3 dagen lang bolletjes slikken met daarin kleine metaalstukjes die te zien zijn op een radiografie van hun spijsverteringsstelsel. Goedemiddag mevrouw, kom maar binnen. We gaan een foto maken van uw buik. Oké, mevrouw, eventjes niet bewegen. Er worden 2 radiologische foto's genomen. Eentje op de 4e dag, de dag nadat alle bolletjes geslikt zijn, en 1 op dag 7. Hier op de 4e dag zien we dat er heel wat bolletjes nog aan de rechterkant zitten. En die volgen het verloop van de dikke darm. Terwijl we op de 7e dag zien dat die bolletjes fors opgeschoven zijn. Er zijn er maar enkele meer aan de rechterkant. Als we dat allemaal samentellen, dan betekent het dat Jolande een transittijd heeft van 85 uur. Wat absoluut veel te lang is. De gemiddelde transittijd is 30 uur. Jolanda doet er 85 uur over. Lucia 68 uur. En Esther 71 uur. Voordat de dames naar het ziekenhuis kwamen, heeft professor De Loze hen gevraagd 1 week lang een darmdagboek bij te houden. Daarin noteerden ze wat ze aten en hoe hun stoelgang eruit zag. Mensen beseffen vaak eigenlijk niet dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun stoelgangspatroon. Door gedrag, door eetgewoonte. En dus is het logisch dat er eenvoudige maatregelen kunnen genomen worden om het probleem te verhelpen. Dat betekent dat wij u gaan vragen om 10 sneden bruin brood per dag te eten. Het gaat over kleine sneden natuurlijk. Hè? Ziet u dat zitten? Dat is een hele boterham. Dat zou ik met hem moeten gaan aanpassen. Ja. Fruit? Welk fruit? Dat is een beetje moeilijker. Ik ben een fruiteter. Oh ja.
Aan de hand van de dagboeken van de drie dames hebben we gezien dat ze zondigen tegen de drie basisregels: voldoende vochtinname, voldoende vezels, groente en fruit en voldoende lichaamsbeweging. Jolanda, Lucia en Esther krijgen een aantal richtlijnen mee voor de volgende weken. Ze gaan aan de slag. Professor De Loze heeft dames gevraagd om de komende weken 2 liter water per dag extra te drinken bovenop wat ze al dronken. Ze moeten ook meer gaan eten. Elke dag 2 kiwis, 200 gram groente en vezelrijke voeding, 10 bruine boterhammen. In de aanpak van constipatie zijn vezels heel belangrijk omdat ze massa geven aan de inhoud en zorgen dat het beter passeert doorheen de dikke darm. Maar heel belangrijk hierbij is dat er vocht moet voldoende gegeven worden zodanig dat die vezels niet gaan vastzitten in de darm. Ten slotte moeten ze meer bewegen. De professor vraagt hen om elke dag op zijn minst 2 kilometer te stappen. En dit 3 weken lang. Na die 3 weken gaan ze terug naar het ziekenhuis om na te gaan of die maatregelen geholpen hebben. Vandaag gaan we kijken hoe het gesteld is met de transittijd van deze dames, of hij nog altijd zo traag is. Om zeker te zijn of de transittijd van onze 3 dames versneld is, wordt er een nieuwe radiologische foto genomen nadat ze bolletjes hebben ingeslikt. In conclusie zien we in elk geval dat er een effect is geweest op de transittijd, want bij alle 3 de patiëntes zijn de transittijden duidelijk minder lang dan ze waren voor de interventie. Jolanda doet er nu 25 uur minder over. Lucia neemt een trage start en doet er voorlopig 3 uur minder over. En Esther doet het bijzonder goed met 47 uur minder. Ik moet zeggen dat het toch wel een heel stuk beter gaat dan 3 weken geleden. Ik ben content dat ik alle dagen bijna kan gaan. Dat is voor mij al een heel grote opluchting. Ik ga zeker proberen vol te houden, omdat ik nu zie wat het resultaat is. En dat zou ik graag willen behouden voor de toekomst. We hebben met deze kleine studie denk ik aangetoond dat je inderdaad constipatie met natuurlijke middelen kan aanpakken. En deze dames doen het allemaal heel veel beter naar stoelgangsfrequentie toe, naar opgeblazen gevoel toe. En eigenlijk zijn de resultaten zelfs beter dan ik verwacht had. De persoon die verantwoordelijk was, professor, als u even meekomt. Dit is de professor die ons dus geholpen heeft in de reportage. En kijk eens wat een prachtige troon we voor zien hebben. Om daar nog heel even op... Och, dat zit best goed met het deksel naar beneden. Ja. Ja. Professor, ik heb onthouden uit de reportage, voeding is belangrijk, water en bewegen. Ja. Maar zijn er nog praktische dingen waar u aan denkt om ons beter te doen gaan? Ja, absoluut. Gedrag is heel belangrijk. Met gedrag bedoel ik, als je voelt dat je moet drukken, dan moet je drukken. Het is eigenlijk volgens mij heel vaak een probleem dat mensen niet voldoende tijd nemen om naar het toilet te gaan. Om te drukken. Voilà. Niet alleen de tijd ervoor nemen, maar dus ook rustig de tijd nemen om op het toilet te gaan zitten. En zoals hoe wij hier nu gaan zitten. Het klassieke, ik ga er mij eens voor zetten gevoel, zo, is niet goed. Het benadert ongeveer hoe het moet, maar de bedoeling is dat je eigenlijk min of meer met een beetje voorovergebogen rug zit. Ja? En heel belangrijk is eigenlijk dat de knieën wat hoger komen. Nu daarvoor kunnen we inderdaad een voetbankje nemen. Dat staat er niet toevallig. Voilà. Inderdaad. En als we op deze manier gaan zitten, dan benaderen we bijna een hurkpositie. En dat is wat we eigenlijk willen bereiken. Het doet mij een beetje denken aan, mag ik zeggen, vroeger, de oertijd, dat mensen gewoon in het bos gingen. Absoluut, maar niet de oertijd. Hè, Kobe. In India bijvoorbeeld, ik denk in heel wat Afrikaanse landen, dat mensen nog altijd op die manier naar het toilet gaan. Dus dit is eigenlijk de beste manier. Mag de krant erbij? De krant mag er volgens mij absoluut bij, zodanig dat je rustig de tijd neemt. Dat is eigenlijk heel de bedoeling. De bedoeling is ook bijvoorbeeld dat de broek tot op de enkels afgezakt is. Niet over de knieën, zoals hoeveel mensen waarschijnlijk af en toe wel eens in een haast doen. Wat is daar het idee achter? Rust. Tijd nemen. Daarvoor dient het kleine huisje. We gaan even onze tijd nemen, professor. Maar laat ons toch maar voortpraten aan de tafel, want dit zit toch een beetje raar. Hè? Wat mij vooral opviel, professor, 90% van alle mensen die dikwijls geconstipeerd zijn vrouwen. 90%. Ja. Verbaast u dat? Het verbaast mij niet, aangezien ik heel veel van die mensen regelmatig zie. Juist. Maar dat is eigenlijk de vraag van 1 miljoen. Hè. Waarom vrouwen vooral last hebben van obstipatie? Ze stellen is ze beantwoorden. Juist, inderdaad. Moest ik het juiste antwoord weten, ik zou het u zeggen. Er is daar heel veel studie al over gedaan. Een juiste antwoord hebben we niet. Maar we vermoeden dat het ook te maken heeft met precies dat gedrag. Het beantwoorden van de drang om naar het toilet te gaan. Mm-hmm. Vrouwen zeggen dat ze 2 dingen met terzelfde tijd kunnen doen.
Maar als het erop aankomt van dan ook nog eens naar het toilet te gaan, dan hebben ze altijd wel wat anders te doen. Eten maken, 's morgens gehaast de kinderen klaarmaken, brooddozen klaarmaken, zelf gehaast naar het werk. Kan het ook iets met gêne te maken hebben? Want wij mannen zijn daar veel losser in. We moeten gaan, we delen dat heel graag met heel het café. Maar vrouwen zijn daar veel, veel discreter in. Hè? Ja. Kan dat ook een oorzaak zijn? Het zou misschien kunnen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen, want het begint dikwijls op kinderleeftijd al, dat men op school niet durft naar het toilet gaan, zowel voor het plassen als voor stoelgang. Mm-hmm. En dat men het dus een hele dag ophoudt. En van uitstel komt afstel. Ja, we kunnen er niet omheen, dames en heren. We moeten ook eens kijken naar het geproduceerde. Want er bestaat een schaal, professor. Laten we daar eens naar kijken. Die heet, hoe heet die? De Bristol-schaal. Met verschillende soorten types stoelgang. We kunnen het niet anders doen. Dit is eigenlijk het overzicht van wat mensen in de streek van Bristol allemaal zo geproduceerd hebben. Dat is een studie bij een 2000-tal inwoners van die regio in Engeland. Ja. En dus dan zie je dus dat wie type 1 en type 2 heeft, noemen we geconstipeerd. Hè, vrij hard. Wie type 6 en 7 heeft, of 5 ook, is eerder diarree. Mm-hmm. En dan 3 en 4 wordt normaal genoemd, waarbij ik type 4 de natte droom van iedereen zou willen noemen. Hè. De natte droom. Ja, dan denk ik eerder aan type 7, moet ik eerlijk toegeven. Maar moeten we dan gaan kijken wat er in het toilet ligt? Nee, dat zou ik eigenlijk niet aanraden. Nee. Nee, ik denk dat je dat beter niet weet. Oké, wat valt er aan te raden dan als laatste om type 3 en 4 dan te benaderen? Ik denk dat alle richtlijnen die we aan de dames in het kleine project hebben geadviseerd, absoluut aan te raden zijn. Gedrag beantwoorden, aan de drang, tijd nemen om naar het toilet te gaan, voeding, beweging. We gaan indiscreet worden. Klein privévraagje. U bent vlot. Ik ben daar zeer tevreden over. Oké, dan gaan we er niet verder op ingaan. Hartelijk dank, professor De Loos. APPLAUS